Even een korte intro vanuit huis in plaats van Zuideinde. Ik heb net alle filmpjes even achter elkaar gezet, dus dan kan je zien wat er in week 5 van de verbouwing is gebeurd. En nou ja, dan neem je mee en tot snel. Even een korte update van vandaag. De airco zou vandaag verwijderd worden, wordt morgen verwijderd. Hartstikke helemaal prima, want vandaag zou het plafond komen, waardoor die weg moest. Maar die komt ook waarschijnlijk pas morgen. Dus, oh, kijk eens. Wat een look, wat een look. Nou, fantastisch. Dus er is hier nog weinig veranderd. Oh, ik hoop zo dat morgen alles kan gaan beginnen met het plafond, want ik ben dit zo zat om te zien. Echt zat. Ze hebben hier gisteren daar dat gat dicht gemaakt. Dat was een heel mooie ventilatie. Daarachter zat ook nog een gat. Die is aan onze kant dichtgestuukt. En aan hun kant hebben ze daar nu ook een plaat weer voor gemaakt. Dus dat is weer afgesloten van de buitenwereld. Dan moeten de stopcontactjes er nog op. En we hebben een gesprek gehad met iemand over de raambedrukking. Dus dat wordt. En dan komt er hier mooi te staan, mijn Vitaal Vitaliteitscentrum. Zodat iedereen die hier parkeert meteen weet. Daar zitten ze. En aan de voorkant komt er ook een hele mooie strook met het logo, Vitaliteitscentrum. Weet je, de hoofdzaken die we hier doen. Niet te veel, want het moet wel leuk blijven. Maar wel dat duidelijk is dat, dat wij hier komen te zitten. Dus ik heb nog geen terugkoppeling gehad van de vloerman wanneer ze kunnen gaan beginnen. Ik hoop echt dat het voor eind juli klaar is. Zij ze hoopvol. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte. Alles wat wij hebben kunnen doen, dat hebben we in ieder geval gedaan. Dus ja, en in zet ligt het niet. Nu moet het resultaat nog komen, dus we zullen het zien. Even de gekke hoek vandaag. We zijn vanmorgen begonnen met het plafond. Dus de latjes hangen tegen de muur waar het moet komen te hangen. En dat, oh, ik ben zo blij. Ik kijk er zo naar uit dat het plafond erin zit. En dat alles wat dat betreft eindelijk geregeld is. Want dat heeft echt wel wat voet in de aarde gehad. Nou goed, er is vandaag ook iemand geweest. Van onze buren, de beren. En die met diegene hebben we even besproken wat we gaan doen met de gezamenlijke cv-installatie. En hoe we het gaan doen met elektriciteit. Want het was natuurlijk origineel één pand. En dat wordt dus nu gesplitst. De muur staat al, maar alle andere zaken zoals de cv, elektriciteit en dat soort zaken moesten we zelf nog eventjes regelen. De elektriciteit heeft de elektricien bij ons allemaal afgekapt, zodat het alleen voor onze unit is. Maar het gedeelte van de beren moet dus nog worden gedaan, maar dat komt wel goed. Die hebben wel vaker dit zo'n varkentje moeten wassen. Dus we kijken graag bij hun af hoe ze dat allemaal doen. En nou ja, als het goed is gaan zij voor de bouwvak open. Of zijn ze in ieder geval klaar met verbouwen. En dan hopen wij natuurlijk ook al echt wel klaar te zijn en open te gaan. Vandaag nog met twee partijen gesproken over de vloer weer. Wanneer zij kunnen gaan leggen, dat is toch best wel een uitdaging. Ze hebben het over 20 juli en ik hoop dat er een partij is die het iets eerder kan doen. Maar zo niet, dan wordt het waarschijnlijk 20 juli. En dan hopen we toch wel 1 augustus open te kunnen. Nou, ik zit hier gezellig voor de deur. Daar komt mijn Vitaal en hier zit ik heel gezellig te chillen. Ze hebben leuke, ik zie nou pas dat ze allemaal bloembakjes boven de pui hebben opgehangen. Kijk. Hier. En daar. Daar. Wat gezellig. Nou, leuk. Ik vind hier een heel fijn plekje om te zitten, dus helemaal prima.
Nou, dat ziet er weer netjes uit. Ja, toch? Ja, zeker. Daar zijn we weer. Vandaag zijn we alles aan het opruimen en stoppen. Want de man voor de vloeren die komt egaliseren vandaag. Dus we hebben nog heel wat te doen. Het plafond, ik zal het je even laten zien. Ik ben zo blij. Kijk eens, hoe mooi. Chic, chic. Daar komen nog LED-panelen in voor de verlichting. Dat zou ook vandaag moeten gebeuren. Dus ik ben benieuwd wie er als eerste is. Want als de een is begonnen, kan de ander niet starten. Planningen. Maar goed. Nou, de stofzuiger is officieel overleden. Helaas. Ter ziele gegaan. Dus die kan ook straks mee naar het stort. Met alle andere zakken. Zooi. Ron, heb je er nog een beetje hoofdpijn? Mooi, hè? Kijk je er naar uit? Mooi, hè? Ja, het duurt even, maar dan heb je ook wat, hè?